die een breed publiek in bloggen heeft geïnteresseerd, Wim de Pie. Een blogger en exportdesigner van het eerste uur, Martine de Jong. En een zakelijk blog-imperium, Dutch Cowboys. Allemaal aanwezig, geweldig dat jullie er zijn. In de ogen van de jury, allemaal winnaars, maar er kan er natuurlijk maar eentje met deze bokaal naar huis gaan. Wat is deze? De blogger van het decennium is geworden. Waarvan vriend en vijand vindt dat hij een stempel heeft gedrukt op bloggen in Nederland. De winnaar stond aan de wieg van de meest invloedrijke blog die ons land rijk is. De blogger van het decennium is Dominique Weesie. Ja, Dominique Weesie! En hij is de enige die niet aanwezig is. Jongen, ik zie je. We moeten hem even naar boven, hoor. Haar lokken. Kan je toch 1 seconde op het podium komen? Jongens, het is niet Dominique, maar het is bijna net zo leuk. Een groot applaus. Jeroen, jij hebt de voorzitter. Met die microfoon, die was dus ook leuk. Namens de Nederlandse blogosfeer en namens de stichting Dutch Bloggies geef ik jou, Peter, mijn collega, Tal van Handen, Dominique Weesie, mede oprichter van Geen Stijl en van ons dus de